Schöne overgekomen vanaf de rechterkant. Wordt gevallen door Van der Hoorn, die claimt dat hij bij het shirt gegrepen werd. Ja, je kan niet zeggen dat Barto geen contact heeft. Sterker nog, die trekt hem vol aan het shirt. Nienhuis, twee vuisten. En de botsing daarna. Schot van Goedel, je doet er niet meer toe. Ja, er moet meer verzorging komen, want wat gebeurt er precies? Met Van der Hoorn, die ook wel weer even wordt vastgepakt. Ja, hij krijgt een klap. Geen bewust hoor. Het is weer 11 tegen 11. De vraag is alleen in hoeverre Van der Hoorn er last van heeft. Dijks. Dat was goed ingegrepen. En nu op snelheid door met Bazour. Younes. Nog niet aan een echte gevaarlijke dribbel toegekomen. Misschien nu. Ja, daar is hij. Younes. En dan kan hij verrassend uithalen. En dan moet Nienhuis zich strekken. Bijna een half uur gespeeld. Dat was het eerste moment van Amin Younes. Hoefdraad. Ja, het is proberen waard houden van die afstand. Krijgt er ook applaus voor. De eerste helft die uitstekend verloopt voor Cambuur. Dat het prima doet. De botsing zorgt ervoor dat hij niet verder kan in ieder geval. Ricardo van Rijn dus in zijn plaats. Geen wissels bij Cambuur. Dat begon is aan de tweede helft met Lachman. En Montero die een keer een poging waagde. Toen overschoot van de streek. Doet dat handig. En dit is ook een aardige poging. Wat minder hoog over dan Montero in de eerste helft. Moment voor Ajax om dan te wisselen. El Ghazi dus. Die komt. En Lasse Schöne eruit. Bazour struikelt over de bal. En dat kun je niet veroorloven. Er komt een kans voor Hoefdraad. Het schot is wat te slap om Sillissen zich echt te verrassen. Maar het beeld is, net zoals in de eerste helft, nog meer in het voordeel eigenlijk van Cambuur. Dat feller en feller is. Zich in de tegenstander heeft vastgebeten. En Ajax heeft er geen antwoord op. Younes, twee man kwijt. Moet hem nu aan de rechterkant geven. De bal komt wel bij El Ghazi, maar het tempo is er dan wel weer uit. Niettemin kan El Ghazi op individuele basis nog voor veel gevaar zorgen. Zet die bal daarvoor en dan is het op individuele basis. Ineens 1-0 voor Ajax. Klaassen, El Ghazi en dan loont de wissel. Klaassen komt daar voor de man. Kopt binnen. En daar waar Cambuur zich aan het opmaken was voor een sensatie. Want dat zou een voorsprong zijn. Is het Ajax dat toeslaat via El Ghazi en Klaassen. En dan mag El Ghazi door. En dan moet hij het eigenlijk afmaken, maar dat doet hij niet. Schuift de bal naast. Younes. Younes er langs. En de bal op de binnenkant van de paal. En dan is de rebound met rechts niet besteed aan Milik. Daar was hij er snel langs, Younes. Bij Peersman. Klaassen. Younes. Goed gedaan. Binnendoor. Aan de rechterkant zou El Ghazi kunnen. Younes kan ook zelf. Bazour. Van Veen heeft lengte. Dus heeft het wel zin om zijn hoge bal te geven. Inderdaad. Maar El Ghazi trapt de bal weg. Van der Laan en Milik. Milik stuurt dan El Ghazi weg en aan de linkerkant is Younes. Dat zou Ajax moeten uitspelen. Doet El Ghazi dat ook? Ja, dat doet hij naar Younes en die schiet hem dan naast. Ja. Zijn de risico's die Cambuur neemt en Ajax weigert ervan te profiteren. Niet de eerste keer.
Dijks doorgelopen en heeft de ruimte voor een voorzet. Daar is Klaassen. Nee, maar er is wel El Ghazi. En die schiet hem zo in handen van Ninas. Hoeveel kansen heeft Ajax nodig om de voorsprong verder uit te breiden? Van Veen. Naar het balletje voor. En daar is helemaal vrij. De gelegenheid om uit te halen ook nog voor Bart. Ook bal smoort. Niks aan de hand, zegt Vink. Appel voor Hens. Vink wil er niet van weten. Snelt richting de middenlijn. Maar het is vanuit deze camerapositie toch echt lastig te ontdekken. En Ajax wint. En doet dat dus met 1-0. Van Cambuur. Treffer van Klaassen.